Hallo Maastrichters, ja, staan we vandaag bij de statie in Maastricht. En bedankt dat jij, ja, aanstaande zaterdag, kun ze zien hoe hooglustigheid Roydeniers van de Tempeliers samen met het jeugdprinsenpaar Joaquin en prinses Zoe. Hey Anne, op de statie. En Matt en Esser, gewoon eens vertellen wat het programma is en wat er allemaal gaat gebeuren. Goedemorgen, Matt. Goedemorgen, Jeffrey. Leuk dat ze met ons Wels metdenken daarin. Ja, wat gaan we doen? Ons onder zaterdag gewoon voor bij NS zien hoe genoeg lustigheid Prins Roy ontvangen. Samen met het jeugdpaar Joaquin en Zoe. En dat beginnen we met in de werkplaats van NS. We gaan hem daar ontvangen. En dan gaan we vanuit de werkplaats met de trein naar de statie toe. En op de statie doen de collega's van hij, die doen dus dan aflossen en dan geven we de prins over aan hun. En dan gaan ze hem metnemen, want dat heeft de statie. Zij ook nog van alles te gebeuren. Ja, en dan wordt ze overgedragen aan Esther. Ja, aan Micht inderdaad. Nou ja, de prins de Kumpij aan met zijn gevolg. En de tempeliers zien erbij, de wortelenboeren stonden hem ook op te vangen. En dan lopen we door de hal. Schoen versierde hal met schoenballonnen en alles. Lopen we door de hal, heen naar voren. En dan staat hij in de schoenen een oplegger met muziek. En er, ja, er komt nog een gans programma. Ja, ik zou zeggen, kom kijken. Heel gezellig. Ja, beste kijkers, wat ook heel bijzonder is. Ja, voor het eerste keer dit jaar gewoon het live uitzenden bij ons bij Wattesloos in Maastricht. En dan kunt je het metvolgen vanaf de werkplaats tot hij op het plein. En wat hier leuk zou zien is, als dat plein hij gewoon vol staat, als ze zien hoe lustigheid Roydeniers samen met het jeugdprinsenpaar hij aankomt. Dat is een heel leuk spektakel. Er is muziek, er zien je verrassingsoptredens van artiesten. Dus kom vanaf 12 uur heen naar het plein en maak het gewoon met, want het is heel leuk om het met te maken, sowieso. En de boetezitting, die is ook hij bij de Poshoren, dus voordat je naar de boetezitting gaat, kom je eerst heen naartoe. Beetje opwarmen, gezelligheid, de prins inholen en dan samen die kant uitlopen en dan kunt je daar blijven. Veel lekker in het te drinken. Dus ik zou er zeker bij zien, aanstaande zaterdag, hey, op het plein, bij het station, 5 voor 1 kunt de trein aan, dus en van om op te warmen, mogen dus gaat iedereen zien, heb je ook een goed pleurtje. Dus zorg zeker dat je uiterst half 1 heen zit, gewoon voor het feest leuk maken hij op de statie. Ben je het met eens, Esther? Ik ben het helemaal met eens. Ja, binnen op tijd, heb ze een goede plaats, wat maar ook al zit. Alle fijne aanwezigheid, komt helemaal goed. Dus, voorzien nu aanstaande zaterdag, hij op het plein, bij de statie in Maastricht. Help de Dreklui, breng de beker terug. Voor een eerste drankje betaal ze 50 cent extra. Holst een volgend drankje, wissel de beker dan in en betaal alleen de drank. Gist van hoes, lever de beker in bij een buffet voor recycling. Je krijgt geen cent terug. De cent worden gebruikt om de plastic bekers te recyclen.